Hey, leuk je kijkt naar Waarse Beestje. Je ziet het, open jassie, zonnetje erbij. Het is heerlijk lenteweer. En zodra het zonnetje komt kijken, betekent ook dat de reptielen amfibieën weer actief worden. Dus ik ga vandaag op zoek naar ringslangen. Hier heb je dus de uiterwaarden. Dat is dus het leefgebied van die ringslangen. Daar kun je dus op zoek gaan naar kikkervisjes, watersalamannetjes, allemaal dat soort kleine spulletjes, kikkertjes kunnen ze ook vangen en eten. Maar in de winter dan gaan ze dus echt een overwinteringsplek zoeken. Zoeken ze hoge gronden waar ze droog en warm kunnen zitten. Hier achter mij op deze helling, dat is dus de perfecte plek waar die ringslangen naar buiten kunnen komen. Je ziet het ook, vol op de kant waar de zon op schijnt. Mooie hoogte waar ze ook dus veilig een overwinteringsplek kunnen graven. Zodra het eerste voorjaarszonnetje toch echt wel goed doorbreekt, het lekker warm begint te worden, komen ze uit hun overwinteringsverblijfplaats en dan warmen ze zich op in de zon. En bij ringslangen is het ook zo dat ze meteen op zoek gaan naar een partner. Dus je kan echt, als je geluk hebt, zie je een gigantische kluit met ringslangen bij elkaar die echt op zoek zijn naar een partner. Dat noemen ze ook wel paarballen. Nou, we hebben hier vooral een prachtig vogelconcert op de achtergrond. Je hoort koolmees, je hoort boomkruipers, pimpelmees. Maar nog geen ringslangen, dat is het doel voor vandaag. Ik heb net wel wat geritsel in het gras beneden, tussen de blaadjes. Dus ik dacht, misschien is het wel een ringslang die daar heel voorzichtig naar boven komt. Maar het blijkt dus een muis te zijn. Ik had ook wel een merel die lekker bezig was met de blaadjes in de lucht te gooien. Dus je wordt goed op het verkeerde been gezet. Maar we blijven volhouden. Ik kreeg het wel een berichtje dat Juri echt een hele mooie ringslang gevonden heeft. Dus ik hoop dat ik nog op tijd ben om die ook te zien. Ik ga opschieten. Nou, ik heb Juri gevonden en ook meteen de eerste ringslang. Hij kruipt hier door de blaadjes, kruipt hij een beetje weer uit het zonnetje. Hij lag dus echt naast het fietspad in het gras. Hij heeft zelf ook een beetje een groenige kleur, deze slang. Het kan variëren, ze zijn ook namelijk wat blauwer of wat grijzer. Deze is echt de perfecte schutskleur. En nu gaat hij toch weer wat meer dekking vinden. Want het is en blijft een gevaarlijke plek zo dicht langs het fietspad. Het is maar dat ze niet giftig zijn, deze rakkers, want anders hadden we toch een stapje naar achter gedaan. Maar het kunnen wel de grootste slangen van Nederland zijn. Echt ruim een meter worden ze wel eens waargenomen. Nou, ik denk dat deze ook wel aardig groot was. Misschien 80 centimeter zoiets. Wat een prachtig exemplaar. Wat een heerlijke dag zo om deze beesten weer te zien. En ik hoop dat hij snel een partner vindt. Dat ze kunnen gaan paren. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Het is niet heel goed zichtbaar, maar ze zaten onder de bramen. En daar zie je dus echt dat op een gegeven moment meerdere ringslangen in elkaar verstrengeld zitten. En eigenlijk moet je het een beetje zien. Een paarbal, dat is een beetje hetzelfde als een orgie. Echt alle ringslangen die duiken daar op elkaar en proberen met elkaar te paren. En vaak is het dan één vrouwtje met meerdere mannetjes. Mijn dag kan niet meer stuk. Waanzinnig om te zien. Heerlijk weer ook. En ga er zeker op uit en geniet van die prachtige lenteweer. En blijf ons zeker volgen ook met Waar is de Beestje. Vergeet ons niet te abonneren en tot de volgende keer.